En Hari Badal Chowdhury en Rosa Badal Chowdhury, Ramdas, herdachten op 8 maart het feit dat ze al 50 jaar lief en leed delen. Dit echtpaar, dat in de wijk Latour woont, mocht vandaag hun gouden huwelijk gedenken. Uit het huwelijk zijn er drie kinderen geboren: twee dochters en een zoon. De dochters zijn woonachtig in Nederland. De man des huizes heeft gewerkt bij Bruinzeel en samen verkochten ze daarnaast brood. De gebruikelijke enveloppe werd aan hen overhandigd door een vertegenwoordiger van de districtcommissaris.